In Italië groeit de onrust over het coronavirus na 2 sterfgevallen. Een tiental gemeentes gaat in lockdown, binnenblijven en contact met anderen vermijden, is de boodschap. Metterà in campo una serie di iniziative immediatamente con l'obiettivo di circoscrivere questa epidemia. Het carnaval in Aalst gaat door, ondanks de voorspelde stormwind. In Essen, in de provincie Antwerpen, en in Nederland zijn carnavalstoeten afgelast. En Remco Evenepoel blijft aan de leiding in de ronde van de Algarve. Op de slotklim vandaag komt hij nooit in de problemen en eindigt derde. Het is 7 uur. Dit is het journaal met Annelies van Herk. Een goeie avond en welkom allemaal. Italië neemt drastische maatregelen. Nu 2 mensen gestorven zijn aan het nieuwe coronavirus. 2 mensen die niet in China waren geweest. En vooral dat is zorgwekkend. In totaal is bij 51 Italianen het virus vastgesteld. Allemaal in het noorden van het land. 11 in de regio Veneto, de andere in Lombardije. Op verschillende plaatsen, onder meer in de stad Codogno, zijn alle publieke bijeenkomsten opgeschort en moeten de mensen binnenblijven. Attenzione! Si avvisano i viaggiatori che in seguito all'ordinanza emanata dalle autorità competenti e fino a data da destinarsi, i treni non effettueranno le fermate nelle stazioni di Codogno e Casal Fusterlengo. Dat de treinen hier voorbij rijden is symbolisch voor het isolement waarin de regio is terechtgekomen door de uitbraak van het coronavirus. De straten in Codogno zijn zo goed als leeg. Zo'n 50.000 mensen in en rond het stadje kregen het verzoek om binnen te blijven. In het ziekenhuis ligt een man van 38 die uit eten ging met iemand die China had bezocht. Hij was er erg aan toe, maar zou intussen aan de beterhand zijn. Zijn vrouw en vrienden van hem zijn intussen ook ziek geworden. Paziente 1, la moglie, diciamo l'altra persona che sempre di un'età attorno ai 40 anni che con lui aveva un legame perché andava faceva parte dello stesso gruppo podistico e poi invece gli altri 3 che hanno un'età molto più avanzata tra i 70 e gli 80 anni si è individuato nell'investigazione un legame e sostanzialmente tutti frequentavano lo stesso bar. In het hard getroffen Codogno is de angst voor het virus groot. È preoccupata della situazione? Moltissimo! Però noi abbiamo un'età, abbiamo paura, sì. Io ho 76 anni, e ho paura, sì. Non lo so, sono da solo pure. Non so cosa fare. Maar wetenschappers benadrukken dat de epidemie beheersbaar blijft. La consapevolezza delle persone è la cosa che può evitare la chiusura di posti. Questo è il messaggio di speranza. Questa è una malattia non mortale. La ricerca fa grandi passi avanti. De Italiaanse regering buigt zich intussen over bijkomende maatregelen. Mensen binnenhouden en verbieden dat ze samenkomen is verregaand, maar het is niet overdreven, zegt hoogleraar microbiologie Herman Goossens. Zo'n lockdown is nuttig, zeker nu blijkt dat mensen elkaar snel en gemakkelijk besmetten. Lijkt er inderdaad op dat iemand die geen symptomen heeft, toch het virus kan doorgeven. Dan is de volgende vraag, speelt dat een grote rol in de verspreiding van het virus of niet? Als dat niet zo is, dan hebben we geluk en dan zal het waarschijnlijk geen pandemie worden. Als deze mensen die geen symptomen hebben, toch bijdragen tot de verspreiding van het virus, dan denk je dat het risico op een pandemie toch aanzienlijk zal toenemen. Van een pandemie, een wereldwijde epidemie, kunnen we momenteel dus niet spreken. Maar laten we eens kijken hoe het zit met de wereldwijde verspreiding. Officieel staat het aantal besmettingen nu op 78.000. In China, waar het allemaal begon, raken minder en minder mensen besmet. Dat is goed nieuws. Maar in andere landen zien ze dan weer meer en meer besmettingen. Zuid-Korea bijvoorbeeld meldt honderden nieuwe zieken. De maaltijden voor besmette patiënten in een Zuid-Koreaans ziekenhuis worden uit voorzorg naar boven getakeld met een touw. Hier zijn meer dan 100 mensen opgenomen. 2 van hen zijn overleden. De meeste zieken zijn lid van een christelijke sekte in de stad Daegu. De kerk is intussen leeg.
성도들은 다 그때 이제 화요일 이후로 다 아무도 출입을 안 하고 있고요. 지금 그리고 그 화요일 날 방역을 한번 하고 수요일 날 또 방역을 했기 때문에 2차례 저희가 두 차례 방역을 다 해서 지금 방역은 다 한 상태고 그다음에 그 아무도 출입을 안 하고 있습니다. Tot enkele dagen geleden kwamen hier duizenden mensen samen en dat baart buurtbewoners zorgen. 그러니까 제가 걱정되는 게 이 사람들 어느 교회 갔을지 모르니까 또 괜히 또 그 교회도 퍼져버리면 그게 좀 걱정되는 거죠. Veel inwoners van de stad Daegu laten zich intussen testen en ook elektronica-gigant Samsung sluit een fabriek in de buurt nadat een werknemer positief testte. Ook in het naburige Japan worden nieuwe besmettingen gemeld. Daar testte een lerares positief nadat ze op school onwel was geworden. Iran meldt dan weer 10 nieuwe besmettingen en 5 doden en verbiedt alle pelgrimstochten naar buurland Irak. De inwoners van Teheran zijn er niet gerust in. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich intussen zorgen over het aantal mensen dat besmet raakt zonder dat ze recent in China zijn geweest. The cases we see in the rest of the world, although the numbers are small, but not linked to Wuhan or China, it's very worrisome. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie worden de volgende weken cruciaal. Snorkelen tussen scheepswrakken en vissen in een Gents zwembad. Het kan allemaal dankzij virtual reality. Straks nemen we een duik. Eerst de vakantieuitocht op de luchthaven in Zaventem. Die is vanmorgen wat moeizaam verlopen. Geduld was het toverwoord. Tot anderhalf uur moesten sommige reizigers wachten om door de grenscontroles te geraken. De luchthavenpolitie houdt nog altijd stiptheidsacties. En net vandaag was er ook nog eens een technisch probleem met de elektronische poortjes. 4 uur te vroeg. En eigenlijk 5, omdat ik zelf wat twijfelde over de toegang tot de luchthaven. Om helemaal zeker te zijn dat ik op tijd zou zijn. Normaal ging ik vertrekken om 10 uur en ik ben vertrokken om 9 uur. Daarom, ik ben ook hier met 3 kindjes. Dus, Ik heb gezien in de uitzending van tv gisteren dat er dames zeiden van 1 uur en zelfs 2 uur. Dus beter een koffietje meer drinken. En het mag in de vertrekhal dan wel gezellig druk lijken. Deze amateurbeelden tonen de lange wachtrij vanochtend bij de grenscontroles. De luchtvaartpolitie controleert ook vandaag volgens het boekje. Ze willen zo aantonen dat er extra personeel nodig is om hun werk grondig te doen. Het is natuurlijk een manier om een impact te hebben en hopelijk zoiets in beweging te krijgen, ergens wel begrijp. Maar het is jammer natuurlijk als je vakantie wilt verstrekken. En ik vind dat een beetje niet sympathiek om die dag hier te gebruiken voor zo'n actie te nemen. Maar ik versta wel de actie dat zij nemen. Tijdens de vakantieperiode hebben we een piek, 40, 50, 60, 70.000 passagiers per dag. En dan wordt het heel moeilijk om ons werk te kunnen doen. En daarom hebben we nu dringend nood aan personeel om ons werk tijdens die vakanties te kunnen doen. De mensen willen absoluut geen zomers meer zoals vorig jaar. Komt daar nog bij dat er ook problemen waren met de elektronische poortjes waar de passagiers door moeten. De wachttijden liepen daardoor op tot 1,5 uur. De technische problemen zijn intussen opgelost, maar de stiptheidsacties van de luchtvaartpolitie duren nog de hele krokusvakantie. Aalst maakt zich op voor een gespannen editie van de carnavalstoet morgen. Aalst carnaval ligt onder vuur vanwege karikaturen van Joden die vorig jaar getoond zijn. De vraag is of er ook dit jaar te zien zullen zijn. En er is ook nog het weer. Het gaat erg hard waaien en regenen morgen. Maar voorlopig gaat alles door. De tribunes zijn klaar en de handelaars hebben hun vitrines dichtgetimmerd. Ze zijn er klaar voor in Aalst. We hebben een bijeenkomst gehad met de veiligheidscel. Morgen vroeg hebben we er opnieuw een. We volgen dat heel strak op de voet, de verschillende meteorologische modellen. We zien ook dat de weersvoorspellingen niet zo gunstig zijn, maar de Aalsterse carnavalist gaat dat niet aan zijn hart laten komen. Voor mij is het natuurlijk belangrijk dat alles in veilige omstandigheden kan plaatsgrijpen. Dus we volgen die situatie op de voet. We hebben tot hiertoe de indruk dat het bar weer gaat zijn, maar geen weer om de activiteit als such af te lasten. In Essen, in de grensstreek met Nederland, hebben ze de carnavalstoet wel geannuleerd vanwege het aangekondigde stormweer. Op heel veel plekken in Nederland ook trouwens. Maar niet in Roosendaal, daar hebben ze wel maatregelen genomen.
De wind waait al hard in Roosendaal en voor morgen worden er hevige rukwinden voorspeld. Niet ideaal voor praalwagens met grote, uitstekende constructies die gemaakt zijn van lichte materialen. Wij hebben overlegd en afgesproken dat met name windgevoelige elementen van de wagens worden verwijderd. Dat heeft ertoe geleid dat een drietal wagens die veel te veel afgebouwd zouden moeten worden niet meer meerijden. Met als gevolg dat wij toch nog gelukkig nog een hele mooie optocht kunnen laten zien aan alle tulpentalen. In het vlakbijgelegen Essen vindt de burgemeester het niet verantwoord om de carnavalsoptocht morgen te laten uitrijden. We voorspellen toch heel veel wind, maar zeker een vaste combinatie tussen rukwinden en regenval. Dat leidt er eigenlijk toe dat het niet verantwoord is om onze carnavalstoet morgen te laten uitgaan. De ontgoocheling is groot bij de carnavalisten, maar ze vinden ook dat veiligheid voor alles gaat. Dat is iets waar we eigenlijk al een hele week rekening mee zijn aan het houden. We zijn op slechtste voorbereid dat dat nieuws dan effectief komt. Is dat toch nog wel een hele ontgoocheling, ja. Absoluut. Volgend jaar beter? Ja, hopelijk. Ja. De Amerikaanse staat Nevada worden straks de derde voorverkiezingen gehouden. Bernie Sanders is daar de grote favoriet om presidentskandidaat te worden voor de Democraten. Joe Biden en Elizabeth Warren strijden om de tweede plaats. De Republikeinen hebben een kandidaat voor de presidentsverkiezingen, huidig president Trump. Maar bij de Democraten is dat nog lang geen uitgemaakte zaak. In het Afrikaanse land Zuid-Soedan is de burgeroorlog na 6 jaar nu officieel voorbij. De twee belangrijkste opponenten hebben een eenheidsregering gevormd. President Salva Kiir en de voormalige vicepresident Riek Machar. Tijdens de burgeroorlog in Zuid-Soedan vielen 400.000 doden. Miljoenen mensen zijn gevlucht. En afgelopen nacht is de eerste reactor van de kerncentrale van Fessenheim in Frankrijk losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Fessenheim is de oudste nog werkende kerncentrale van Frankrijk. Ze werd in 1977 in gebruik genomen. De tweede reactor van de centrale wordt op 30 juni stopgezet en dan begint een lange ontmantelingsfase. En ook in Frankrijk loopt een project om opnieuw dorpscafés te openen. De typische bar-tabac-cafés waar ze ook kranten en tabak verkopen, hebben één voor één de deuren gesloten. En de mensen missen dat, een plek om bijeen te komen en een praatje te slaan. Dit is Congrier, een dorp in de Loire-streek West-Frankrijk. Hier was een bar-tabac, maar die sloot in december 2018. En sindsdien was er niets meer. Maar nu is er opnieuw beweging. Een koppel begint hier een café, gesteund door de lokale overheid. Enfin, c'est les gens de la commune qui demandaient un commerce en fait, qui demandaient parce que un café c'est un lieu de regroupement de personnes pour discuter tout ça. Donc les gens demandaient ça à Congrier. Il y aura un café, le snack. De nieuwe uitbaters hoeven 6 maanden geen huur te betalen en de gemeente financiert 10.000 euro voor renovaties. Want in deze kleine dorpen is een café meer dan een plaats waar je gewoon iets kan drinken. On a besoin d'un lieu de convivialité, d'un lieu où tous les habitants puissent se retrouver. En ook de bewoners zien het zitten, zo'n nieuw café. Je suis super content, oui. C'est pas pareil, c'est génial parce que dans les petits bourgs comme ça, il nous faut des petites activités. De typische dorpscafés en winkeltjes verdwijnen in Frankrijk. Meer dan de helft van de gemeentes heeft er geen meer. De organisatie SOS wil dat veranderen en wil er dit jaar alleen al 100 extra openen over heel Frankrijk. Même que l'évolution démographique n'est plus dans le fait de quitter les villages pour se ruer vers les grandes villes. Mais plutôt l'inverse, depuis déjà quelques années, la question est de savoir comment fait-on pour faire en sorte que les villages puissent accueillir à nouveau toutes celles et ceux qui ont envie de vivre différemment dans ces petits villages. Vroeger was een vakantie toch wel heel lang door de week. Allez, heel lang. En s'avonds, als het komt, minimum een uurtje of zo. Voor mij is gamen nu minder iets geworden voor zo echt voor de verslaving. En meer zoiets voor onder de vrienden zijn. Omdat dat wel tof is, omdat ze zo dat wel nog een keer horen of zien. Klinkt wellicht herkenbaar voor veel jongeren. Gamen als ideale tijdverdrijf. En sommigen maken er later hun beroep van. Ze worden gameontwikkelaar bijvoorbeeld.
Games kunnen trouwens ook nuttig zijn, af en toe. Dat zagen we op OneUp, een internationale gamingbeurs in Kortrijk. Dit beeld ken je misschien nog van vroeger, maar steeds vaker hoort er bij gamen een VR-bril om in een virtuele wereld te spelen. Aha! Ik moest iemand gaan pakken en ik was een hele grote reus en er waren ook andere mensen, zo heel kleine, dus het was wel moeilijk. Het is normaal de bedoeling dat je de baan blijft volgen, omdat wij de achteraf nog over die baan zouden moeten gaan. Dat is een bepaalde opdracht die je dan krijgt. En games zijn er ook niet alleen voor kinderen en jongeren. Bij Defensie bijvoorbeeld gebruiken ze de technologie voor tactische oefeningen. Wij spelen geen spelletjes, maar wij noemen dit eigenlijk in militair jargon serious gaming. Je moest proberen zoveel mogelijk op de baan te blijven. En om mij heen kijken, hoe moest er een vijand zijn. En als het nodig is, die vijand afknallen. Schietoefeningen kan inderdaad, maar soms kan het belangrijk zijn om niet te schieten. En dat kunnen we allemaal in detail onderzoeken. Veel ontwikkelaars van nieuwe games leren het vak trouwens aan Ho West in Kortrijk. Maar vaak trekken ze na hun opleiding naar het buitenland om werk te vinden. Hopelijk in het buitenland ergens. Werken in verschillende companies, veel ervaring doen. Ik hoop vooral een beetje van her naar der te gaan en niet echt een vaste plaats te zijn. Ik denk dat het voor ons als een Vlaamse industrie heel interessant kan zijn om die mensen terug te brengen. En ik heb al met een paar van die mensen gesproken en die geven ook aan van... Ik zou graag terugkomen als ik daar de opportuniteiten krijg en als ik de kansen krijg om met hetzelfde type producten te werken, kom met heel veel plezier terug naar België. Yeah, you cannot rush in. Don't rush in like that. Als er deze week wordt er gekoerst in de Algarve, de ronde van de Algarve en Remco Evenepoel, de jonge held, die heeft weer stand gehouden. Ja, inderdaad, vandaag was het de voorlaatste etappe. Er is eigenlijk niet al te veel gebeurd. En dat is dan goed nieuws natuurlijk voor de leider, voor Remco Evenepoel. We wisten dat de beslissing op de lastige slotklim ging vallen. En zo geschiedde ook. Miguel Angel Lopez van Astana versnelde naar de zege. En enkele seconden later bolde ook Remco Evenepoel over de meet. Evenepoel werd derde en mag morgen in de afsluitende tijdrit de klus klaar. Remco Evenepoel zet zijn ploeg, de Koning Quickstep, op kop. Onze landgenoot heeft alles onder controle in deze lastige, heuvelachtige rit. Op 11 kilometer van de finish probeert de tweede in de stand, de Duitser Schachmann, Evenepoel te verrassen. Maar onze landgenoot reageert alert. De beslissing valt op de slotklim. Daar is het lang wachten op een beslissende aanval. De favorieten kijken naar elkaar. Tot in de slotkilometer de Colombiaan Lopez versnelt. Iedereen moet passen, ook Evenepoel, maar de schade blijft beperkt. Lopez wint de rit op de Alto do Malao voor de Ier Martin. Evenepoel finisht op 4 seconden en redt zo zijn leiderstrui. Morgen eindigt de ronde van de Algarve met een tijdrit van 20 kilometer, een specialiteit van Evenepoel. 20 kilometer vol een bak morgen en dan zien we wat het wordt. Op papier ben jij de betere tijdrijder van die twee natuurlijk. Ja, maar morgen is het op de straat te doen, dus we zullen wel zien wat er nog in mijn benen zit. Normaal recupereer ik goed en snel, maar ja, gewoon maximaal gebruik van maken en goed slapen morgen, van de nacht. Dus het zal lastig worden, het zal lastig worden. Maar toch, het ziet er alvast goed uit voor Remco Evenepoel. En ver weg van de Portugese zon, hier bij ons, is het veldritseizoen nog altijd niet afgelopen. Nee, morgen is er de sluitingsprijs in Oostmalle. En vandaag was er ook nog de veldrit in Leuven. Wout van Aert en Mathieu van der Poel waren niet van de partij. En daar heeft Toon Aerts ten volle van geprofiteerd. Na een spannende finale mocht hij al voor de derde keer juichen in Leuven. In de eerste bocht van het parcours loopt het al mis voor een van de toppers aan de start. Elie Iserbiet gaat onderuit en stapt later uit de koers, recht in de armen van vriendin Fien. Ja, dat moet een zalig gevoel zijn als je over je ruggengraatje gevreven wordt direct na de cross, troostende woorden. Ja. Vincent Baastaans toont even later dat het een verraderlijk parcours is. Vooraan zijn ze ondertussen met drie. Lars van der Haar, Michael van Toornhout en Toon Aerts. Van der Haar maakt bergop een foutje en moet Aerts en van Toornhout weer laten gaan. Maar Van der Haars bijnaam is niet voor niks Jack Russell. Hij bijt zich weer vast in het wiel. Met drie gaan ze sprinten voor de zege. Eerst schiet Van der Haar uit zijn pedaal en daarna ook ploegmaat Toon Aerts. Het is voor Van der Haar, nee. Het is ook niet voor Van Toornhout, nee. Of misschien toch nog hier aan de koord. We gaan onze kop moeten uitsteken. Het is Aerts die sprint tot op de streep en het haalt.
Haarts wint voor de derde keer in Leuven. Van Turnhout is tweede voor Lars van der Haar. Fantastisch podium, dat wil je krijgen. Bij de vrouwen was Denise Betsema de beste. Wereldkampioene Alvarado stond niet aan de start. Zij heeft al een punt gezet achter haar seizoen. En de favoriete is dan maar Annemarie Worst. Maar zij moet in de vierde ronde Denise Betsema laten gaan. Voor Betsema is het haar eerste zege nadat ze eind januari terugkeerde na een dopingschorsing. Worst wordt nog maar eens tweede. De derde plaats is voor Sannekant. De atletiekwereld is sinds gisteren een wereldrecord rijker. In het hinkstapspringen meer bepaald. De Venezolaanse Yulimar Rojas springt op de indoor meeting in Madrid 15 meter en 43 centimeter ver. Dat is 7 centimeter verder dan het vorige record uit 2004. En ze is er blij mee. Een opschudding in het biathlon, want tijdens het WK in Italië is de politie vanmorgen binnengevallen in het hotel van de Russische biatleten. De inval zal te maken hebben met een dopingonderzoek naar deze wereldkampioen Alexander Loginov en naar een verzorger van hem. Loginov zat eerder al een schorsing uit na gebruik van EPO. Naar ons Belgisch voetbal dan, naar 1A, waar we in de laatste rechte lijn van de reguliere competitie zitten. Kortrijk en Genk openden gisteravond. De 27e speeldag, Kortrijk was in grote delen van de wedstrijd baas, maar ging uiteindelijk toch onderuit. Genk boekte een gevleide, maar broodnodige zege en blijft zo in polepositie voor dat laatste play-off 1 plekje. Pas halfweg de eerste helft krijgen we een doelkans en die is voor Kortrijk. Een Boyo legt af voor Le Puy, maar die stuit op Didion. Kortrijk is de betere ploeg. De Saar met de voorzet, Le Puy staat vrij en een alweer uitstekende Didion kan er al bij al makkelijk bij. In het begin van de tweede helft vindt de scheidsrechter dat Kortrijk geen strafschop verdient wanneer een Boyo neergaat in de 16. Dan was het kantelpunt in de wedstrijd. Wat denk jij dat kantelpunt was? Penaltyfout op een Boyo. Ja, voilà. Op het veld dacht ik direct van ja, die moet op de stip. De West-Vlamingen blijven voor gevaar zorgen. Golubovic zet goed voor, maar Mboyo mist voor een open goal. Petit Pelé, de kleine Pelé is zijn bijnaam. De grote Pelé had deze misschien wel gemaakt. Even later is het aan Genk. De voorzet is van Lukumbi en Dries Wouters maakt het mooi af met een volley. Tegen de gang van het spel in komt Racing Genk op voorsprong. De Limburgers hebben hun vertrouwen getankt. Onuachu wil lobben, dat lukt niet. En ook uit een hele scherpe hoek kan hij niet scoren. Didion schrikt zich nog te pletter wanneer hij bijna met de bal over de lijn gaat. Het blijft 0-1, Genk heeft play-off 1 binnen handbereik. The players brought us to a position now with 10 points after we started again in January. That it's in our hands and that makes me proud. It's in the middle of the way and not at the end. Good luck for the next game, Jeff. Thank you. Ja, en dan is dit de stand. Genk blijft dus sowieso zesde en het wordt uitkijken naar wat de concurrenten doen. Anderlecht en Zulte Waregem moeten absoluut winnen. En dat geldt eigenlijk ook voor KV Mechelen dat vanavond Waasland Beveren ontvangt. Je kan veel zeggen over 1B, dat het momenteel alweer chaos is bijvoorbeeld, met het nakende faillissement van Lokeren, met het herspelen van Virton Beerschot. Maar wat je niet kan zeggen, is dat het saai is. Vandaag stonden Westerlo en Virton tegenover elkaar, twee ploegen met promotieambities. En Westerlo heeft een prima zaak gedaan. Het won met 2-1 en wordt zo alleen leider. De periodetitel is echt wel binnen handbereik. Westerlo kan zijn concurrenten met een zege onder druk zetten. Christian Bruls gaat meermaals op zoek naar een doelpunt. Hier gaat zijn krul rakelings naast. Storm Ellen gaat pas morgen uit volle borst blazen, maar helpt Bruls hier wel een handje met zijn hoekschop. Die doelman Morris in doel laat verdwijnen. Dat ziet er niet goed uit, zo de 1-0. Ook bij de volgende fase komt Morris in beeld. Nu redt hij de vrije trap van 1-0. En hij komt nog een keer goed tussen beiden. Hier kan Buil bijna scoren. Bob Peters voelt de bij al hangen en inderdaad, de gemiste kansen breken Westerlo zuur op, want vlak voor rust kopt Malget de 1-1 te makkelijk binnen. In de tweede helft is er amper doelgevaar. 5 minuten voor tijd werkt Boho deze vlijmscherpe counter piekfijn af 2-1. Dolle vreugde in het kuipje, want Westerlo doet een prima zaak in de stand.
Ja, inderdaad. Een prima zaak. Kijk maar, dit is de voorlopige tussenstand op deze voorlaatste speeldag. Westerlo is dus alleen leider met 23 punten. Beerschot volgt op 3 punten. Ze hebben er 20. Maar heeft niet 1, maar 2 wedstrijden minder gespeeld. Morgen speelt het thuis tegen Lommel. En er is dan ook nog de inhaalwedstrijd in Virton op 2 maart. Voor Virton lijkt het na vandaag wel game over. We sluiten af met een stunt van je welste. Gisteravond in het basketbal. Onze Belgische mannenploeg begon aan de kwalificaties voor het EK van volgend jaar. En klopte op de eerste speeldag meteen de groepsfavoriet, Litouwen. 86-65 werd het. Ook nog eens een fraaie score. Dat geeft vertrouwen voor de tweede opdracht maandag in Denemarken. Het bezoekende legionisch enthousiast basketbalgrootheid Litouwen is duidelijk favoriet als nummer 8 van de wereld. België is 39ste, maar de eerste score is voor de Belgian Lions met een driepunter van Jean-Marc Mbeuma knap gedaan. En de driepunters vliegen vlot binnen bij de Belgen Jonathan Tabou nu. Zo bouwen de Belgen aan een mooie kloof. Ook omdat de Litouwers veel missen en slordig spelen. Motte Jonas toch eens. Een man met ervaring in de Amerikaanse NBA. Nu speelt hij in China. Heel wat toppers zijn afwezig trouwens bij Litouwen, maar de Belgen missen ook een paar pionnen. In elk geval, het gaat goed. Na het zoveelste balverlies op Bassohan met de dunk. Het publiek wordt verwend. 37 punten voorsprong voor de Belgen. 68-31. Ongelooflijk. Spelenderwijs houden de Lions stand. Jonathan Tabou, heerlijke score. En wat een pas van Obasohan, blind naar een Wema. Nog een driepunter. De Belgen houden de tegenstand op afstand, ook al komen de Litouwers nog wel dichterbij. België blijft vlot scoren en wint met 86-65. De Belgian Lions nemen een droomstart in de EK-kwalificatie. Ja, en Denemarken, die tegenstander van maandag, sorry, je was wel een type, zag ik. De tegenstander van maandag is echt wel een haalbare kaart. Dus dat komt helemaal goed. EK, here we come. Dankjewel, Aster. Ik zag eerst allemaal vissen en koraal. Dan ging je steeds dieper naar onder. En toen zag ik haaien, zo. Haaien, maar gelukkig geen echte. Snorkelen tussen koralen en exotische vissen kan deze krokusvakantie gewoon in Gent, in zwembad Rozebroeken, met een speciale VR-duikbril wel te verstaan. Dit is een smartphone waarbij je de twee beelden ziet. Dat steken we dan in zo'n een bril, die ervoor zorgt dat die twee beelden één beeld wordt, waarbij je dus eigenlijk in een VR-wereld komt, waar je eigenlijk naar boven, naar onder kunt kijken, links, rechts. Behalve de VR-beelden zie je niets, want de duikbril is volledig afgesloten. Gewoon baantjes trekken is dus niet de bedoeling. Je wordt dus vastverankerd aan de bodem, zodat je inderdaad maar een paar vierkante meter zwemt. Dus het is ook niet de bedoeling dat je heel lange afstanden zwemt, maar dat verschillende kinderen in het zwembad deze oefening kunnen doen. Eens je onder water duikt, zie en hoor je dit. De animatie duurt een vijftal minuten. Ik weet niet, dat was zo duikboten en die zo gezonken waren. En ja, zo groepen met visjes en haaien die onder je zwemmen gelijk. En zo'n platte vis. Zo. Ik weet niet hoe dat noemt, maar zo'n platte vis. En die kwamen altijd dicht bij mij, rond mij. En zo, maar wel leuk. Leek het heel echt? Ja, eigenlijk wel. Ik dacht dat ik daar echt was. Het is heel kindvriendelijk, dus er komen ook geen haaien komen naar je toe. Dus iedereen kan daaraan aan meewerken. Het is ook zo dat we een tweede filmpje hebben in de ruimte, waarbij eigenlijk gewichtloos lijkt. En dan vliegt tussen de planeten en naar de aarde toe. En ruimteschepen en zo. Ja. Zwemmen met de VR-bril kan vanaf maandag in Gent. Daarna gaan de duikbrillen naar andere zwembaden. Bezorgdheid in Italië was onze opener. Bezorgdheid om het coronavirus. Er zijn 2 Italianen aangestorven. En er zijn zo'n 60 Italianen besmet in Lombardije, Veneto en nu ook, zo horen we, in de regio Piemonte. Er gelden strenge maatregelen. Geniet nog van deze zaterdagavond. Ik zie u heel graag morgen terug. Attenzione!
I treni non effettueranno le fermate nelle stazioni di Codogno e Casal Pusterlengo. La consapevolezza delle persone è la cosa che può evitare la chiusura di posti. È preoccupata della situazione? Moltissimo! Però noi abbiamo un'età, abbiamo paura, sì. Lijkt er inderdaad op dat iemand die geen symptomen heeft, toch het virus kan doorgeven, dan denk je dat het risico op een pandemie toch aanzienlijk zal toenemen. The cases we see in the rest of the world not linked to Wuhan or China, it's very worrisome. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.